We kochten vorige week meer vuurwerk dan ooit tevoren. Het aantal vuurwerkgewonden en de schade bereikte ook nieuwe records. Met als dieptepunt 2 doden bij een brand als gevolg van vuurwerk. En dus klinkt de roep op een verbod op zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen steeds luider. In de Tweede Kamer is er nu een nipte meerderheid voor een verbod. In Flevoland steunen de meeste burgemeesters dit, zoals Ina Adema van Lelystad. Natuurlijk realiseer ik me dat er heel veel mensen zijn die op een verantwoorde wijze, op een hele plezierige manier genieten van vuurwerk. Maar als je ziet hoeveel gevaarlijke situaties er ontstaan en als je ziet hoeveel overlast er is, ook in de dagen voorafgaand aan het oud en nieuw feest, dan denk ik dat je op een gegeven moment wel ergens een streep moet zetten. Waarnemend burgemeester Ineke Bakker van Urk is het daarmee eens. Het geknal op Urk lijkt elk jaar erger te worden en langer aan te houden. Kijk, siervuurwerk is heel erg mooi. Als je dat op een goede manier kunt doen, dan moet daar echt wel ruimte voor zijn. Maar zoals we op het ogenblik met het knalvuurwerk en hoeveel zwaarder dat ook wordt, dan zie je, ja, daar is op een gegeven moment een bepaalde grens bereikt. En als wij die grens met elkaar niet meer kunnen bereiken, ja, dan moeten er helaas andere maatregelen getroffen worden. Vuurwerkvrije zones zijn volgens Bakker geen oplossing. Dat kost enorm veel energie en heel veel mankracht om dat allemaal te kunnen handhaven. Want het ene moment is het hier, het andere moment is het daar. En je ziet zo langzamerhand dat de maatschappelijke kosten hoger gaan worden door, nou ja, wat er allemaal door vuurwerk gebeurt. En dus zijn Adema en Bakker voor een verbod op zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen, waarin ze steun vinden van hun collega's uit Noordoostpolder en Zeewolde. Maar is zo'n verbod wel te handhaven? Ina Adema en Ineke Bakker denken van wel. Als je een helder verbod hebt, dan is het enkele bezit al strafbaar. Dan wordt de handhaving wel een stuk eenvoudiger. Nu moet een boa of een politieman zien dat iemand dat vuurwerk afsteekt. En dan is het in bezit hebben voldoende om hand te haven. Nou, en dan zie je gewoon dat het voor heel Nederland gaat gelden. En dat je niet halve maatregelen treft. Dat je goed kunt handhaven op datgene wat wel kan en wat niet kan. En dan is er ook geen verkoop meer van zwaar knalvuurwerk. Er moet tegelijkertijd natuurlijk ook ingezet worden op het voorkomen van handel in illegaal vuurwerk. Dat is ook nog iets wat daarbij hoort. Maar een landelijk verbod betekent gewoon dat er in alle gemeenten op eenzelfde manier gewerkt en gehandhaafd kan gaan worden.